En daarom liever mensen hier in het heerlijke kleine theater. En daarom vind ik het zo heerlijk om één keer in de week hier in Amsterdam in mijn mokum naar zo'n klein pittoresk literair café te gaan. En dan ga ik naar zo'n literair café om daar te praten met ontwikkelde mensen. Mensen met gevoel voor stijl. Mensen die potverdomme nog eens een boek gelezen hebben. En dan zit ik in het literaire café en ik luister naar de prachtige Franse chansons van Jacques Brel en Edith Piaf. En ik filosofeer wat met iemand naast me over allerlei onderwerpen. Over dit en over dat en over zus en over zo. En we drinken een pilsje. En ach kom, ik neem er nog een. Oh. En het wordt later en later. En we filosoferen en we filosoferen en we raken in vervoering door de prachtige chansons. En dan zo, rond een uur of 12, zo'n lekkere, dikke schrijfster, helemaal gek pompen op de plein, man. Heerlijk! Heerlijk, zo wat vooroverduwen. En hop, die zwans naar binnen, hengsten. In die natte la. En dan maar ragen. Zonder condoom. Want condooms is waanzin. Je gaat ook geen dure tv kopen en daar een plastic zak omheen trekken, of wel? Ja, of naar een heel mooi concert met oordoppen in. Dat doe je toch ook niet? Of als je een heel duur paard gekocht hebt, dan ga je toch ook niet zeggen van... stom paard. Of als een vriendje belt, weet je wel? Een vriend belt je op en hij zegt, ik kom zo meteen langs met de auto. En hij komt langs met de auto en je stapt in en hij neemt je mij helemaal naar Duitsland. In Duitsland kom je aan in Mönchengladbach, bij een enorme hal. Je gaat die hal binnen. In die hal, daar is slagermuziek, meisjes in prachtige kostuums, die dansen en bloemen overal en lange tafels. En dan wordt er een pul bier voor je neergezet. Dan ga je toch ook geen foto's van je moeder in dat bier gooien. Nou, daarom ben ik tegen condooms. Net als de paus. Paus is ook tegen condooms, dus de paus en ik zitten op één lijn. Dat is fijn, ik had het met hem over. Toen zei die hand, als ik niets voel, mijn lul, we hebben kraan. Ik zeg, ja, paus, jongen, dat weet ik ook allemaal. Nee, maar dus zonder condoom, hè. Heerlijk, zo'n dekker, dik, vatsig wijf, helemaal gek, pompen op de play, man. Zo'n vatsig wijf, hè, zo wat voorover. En dan hard, hè, van achter, hè. Dat ze met haar kop tegen die playdeur aankomt. Zo poink, poink, poink. En dan goed hard raggen. En dan die klamme dot vol blaffen met but. Oh man, is toch zo aangenaam, hè? En soms ben ik te zat om te pompen. Maakt niet uit, laat me pijpen. Is ook lekker, door een dik, vatsig wijf laten pijpen. Lekker man, in zo'n mooi literair café door een dik, vatsig wijf laten pijpen. Zo zit dat, is ook lekker, hè? Pijpen. Pijpen. Kan je dat? Pijpen. Is lekker, pijpen. Door een dik wijf laten pijpen. In een mooi pittoresk literair café. Door een dik wijf laten pijpen. Heerlijk man. Dan hoor ik dat geroezemoes op de achtergrond. Muli schreven, Herman zegt. Sigaretje erbij. Beetje schijten, ik zit er toch. Ja. Ja. Dat klinkt nou misschien heel sentimenteel. Maar. Ja, ik ben een romanticus. Ik kan daar niks aan doen. Ik ben een gevoelsmens. En ik vind het verschrikkelijk als ik zie wat er in de wereld gebeurt, man. Als ik zie die ellende en die honger en de manier waarop mensen met elkaar omgaan, dan denk ik, waarom, weet je wel? Waarom, hoe kan het zo zijn dat de wereld nog steeds niet heeft geleerd? En waarom kan het... En soms dan denk ik, ik wil niet meer langer, weet je wel? Ik wil niet meer in zo'n wereld. Ik kan gewoon niet. Ik kan niet langer... Hoppakee, ik ben er alweer overheen. Zo zeg, ik zat even helemaal stuk. Zag je dat? Ik stond hier zo. Maar in één keer schoot het om me heen. Kom op, Hans. Positief denken. Heel belangrijk. Ik zal een mooi voorbeeld geven. Stel, hè, je hebt een enorm huis. Met een enorme ruit. Uit het niets komen 14 Noorse matrozen. Waarvan er eentje Elmer heet. En die kotsen die ruit vol. Moet je dan klagen? Moet je dan kniezen? Moet je bij de pakken neer gaan zitten? Ik zeg nee. Je kan ook denken, wacht eens even. De kans dat nu een klein, kwetsbaar vogeltje
denkt dat het door die ruit heen kan vliegen en zich te pletten vliegt, die kans is kleiner geworden. En dat is positief. Snap je? En dan maakt het ook helemaal niet meer uit of die ene nou Elmer heet of niet. Dat doet er dan niet meer toe. Het is belangrijk, positief denken. Altijd. Weet je. Het is een keuze. Het is een keuze, weet je wel. Als je een stoma hebt, je kan klagen. Maar je kan ook denken, ja, maar ik krijg nou een hele mooie roze anus. En dat is ook al waar.